verhuizen, mocht je dit hebben gemist. Echt leuk. Schattig. Meid, ik ben er weg van. De kleding sexy. Thanks. Jij was stout. Oké. Oké. Ik deed gewoon zo van, I'm okay, I'm okay. Terwijl ik helemaal bont en blauw was. Good morning, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Wat zit mijn haar wild? Ik heb het vanochtend gewassen en aan de lucht laten drogen en net de voorste pluk even gekruld. Maar het is lekker pluizig verder. Maar goed, maakt niet uit. Ik heb me net even klaargemaakt om de deur uit te gaan. Ik heb namelijk met Kim afgesproken. We gaan lekker lunchen in Utrecht en wat winkeltjes in en zo. Gewoon een gezellig middagje in Utrecht. Ik neem jullie mee. Wij zijn even bij de Pri. Daar is Kim. Hallo. We zijn, nu weet iedereen het hè. Dat gaat verhuizen. Oh, want die video komt deze zondag. Ja. En deze komt volgende week zondag. Oh, oké. Ja. Dus ik ga verhuizen. Mocht je dit hebben gemist, dan moet je even mijn video van vorige week zondag kijken. Dus we zijn even bij de home afdeling van Pri aan het kijken. We hebben nog niks in ons mandje. We zijn echt een beetje aan het slenteren. Ja, ik ga ook nu nog niet echt iets kopen of zo. Nee, maar er zijn ook misschien meer accessoires. Dat koop je natuurlijk een beetje. Of je moet echt ergens gaan dat ik denk, wow, dat vind ik echt superleuk. Maar echt iets. Een beetje meer voor later. Precies. We gaan even lunchen. We hebben niks gekocht bij Primark. We hebben allebei een broodje zalm. Wat zitten bij Bread and Co. Dit is onze fancy lunch van vandaag. Ik kon het niet laten. Ik heb even een zak met van die stroopwafelkoekruimels. Kennen jullie dat? Zo lekker. Laat even weten in de comments of je met of zonder stroop doet. We zijn nu bij H&M op de home afdeling. En ik ben helemaal dol op deze kopjes. Ik vind het zo leuk. Ik heb wel nog nieuwe kopjes nodig, want ik heb nu zo'n mengelmoes van alles. Ik vind deze ook heel leuk. Ik vind deze echt niet zo duur, 5 euro. Nee, dat gaat heel erg mee. Ik weet dus niet wat dit teken nou betekent. Ik zie allemaal tekens, maar wat betekent dit? Ik heb heel vieze nagels. Wat betekent dit teken? Nou, volgens mij dat het wel in de vaatwasser kan. Dus ik denk dat dit oven of magnetron is. Ja, dat denk ik ook, dat het daar niet in mag. Maar ik denk het wel, omdat ik van die waterdingen zie en dit, denk ik dat het gewoon in de... Ja, dat denk ik ook. Alles, ik scan hem even op mijn telefoon, dan kan je online volgens mij kijken. Oh ja, dat is slim. Ik vind dit ook heel cute, om zo je theezakje op te leggen of zo. Oh ja. Dat is echt wat voor mij. Ja, oh kijk, deze zijn ook wel leuk. Die zijn ook mooi. Ja, maar die vind ik toch net iets meer oudbollig dan deze. Alleen deze zijn natuurlijk kleiner. Ja, vind ik ook heel leuk. Een beetje van elk of zo. Ja, vind ik ook echt heel leuk. Maar die grote zijn dan voor thee bijvoorbeeld en deze voor koffie. Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat denk ik wel. Kijk. Ja. Die kleintjes zijn echt schattig. Maar ik ben er weg van. Ja. Maar voor thee wil ik ze niet, want ik drink altijd uit emmers en niet uit... ik ook. Ik ben nog op zoek naar emmers. Ja. Die tips zijn voor emmers. Ja, ik ken ze alleen van blond, zo groot. Maar ik hou persoonlijk niet heel erg van blond. Weet je wat ik dus heb? Bij de Macro gekocht. Ja. Zeg maar, waar je ook een soort van bier in kan doen, maar je kan het ook zien als een groot... Ja, van die pullen. Ja, maar dat kun je ook zien als een groot theeglas. Ja. Er komt dus meer dan een halve liter in. Die had ik altijd op werk. Ja, dat is ideaal. Walgelijk, heel lelijk. Ja, maar het formaat is ideaal. Het is wel heel chill. Toen dacht ik, dan ga ik meer drinken, want anders ging ik niet zo snel weg van mijn bureau om dan meer drinken. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb uiteindelijk alleen maar die koekkruimels gekocht op de markt. En ik heb nog eigenlijk twee andere dingetjes gekocht. Ik zal het jullie even laten zien. Ik heb nu dus nog een bad. Maar als ik ga verhuizen, het klinkt nog steeds zo raar om dat hardop te zeggen. Want ja, ik heb dit natuurlijk een soort van lang geheim gehouden. Maar goed, ik moet nog even eraan wennen dat ik hier nu over kan praten met jullie. Maar ik heb ook nog 2 bruisballen gekocht. Omdat ik dus nu nog een bad heb. En daar wil ik natuurlijk nog wel lekker gebruik van gaan maken. Dus ik ging even langs bij Lush. En daar heb ik gekocht I want a hippopotamus for Christmas. Die vond ik zo schattig. Ik ga hem even uitpakken om aan jullie te laten zien. Dat is dus deze. Dit is echt zo schattig. Dit is een nijlpaardje en ik ben er echt helemaal dol op. Ze hebben nu natuurlijk de kerstcollectie en... ik vind al die ballen er echt prachtig uitzien. Maar heel veel vind ik te heftig ruiken. En deze ruikt gewoon best wel subtiel en clean. Maar wel aangenaam. En ik heb ook nog deze meegenomen. Dit is een van mijn persoonlijke favorieten. Dit is Shoot for the Stars. En die ruikt ook echt zo lekker. Die hippopotamus ruikt naar framboos. Staat er op het etiketje. Nou vind ik dat je dat aan de buitenkant niet echt goed ruikt. Maar misschien als ik er eenmaal mee in bad zit wel. Wat zit hier ook alweer in? Even kijken. Ik pak hem eventjes terug in. Mooie hoek. Hier zit in Een zachtblauwe hemel vol vallende sterren met zoete... Oh ja, honing, dat is het. Honinggeur, cacaoboter en kokoscrème. Dus ja, hij ruikt vooral naar honing, maar niet heel mierzoet of zo. Echt een vrij neutrale honinggeur. Die bruidsballen van Lush zijn natuurlijk best wel prijzig, maar ik gebruik hem nooit in één keer helemaal. Ik doe hem altijd echt door 3 of 4 of zo. En dan kan je er dus gewoon best wel lang mee doen. Volgens mij betaal je voor één zo'n bruidsbal €9,95 of zo. Als je er dan dus 3 à 4 keer mee doet, dan vind ik dat niet zo heel erg prijzig eigenlijk. En ik vind de badproducten van Lush echt geweldig. Want inmiddels heb ik er natuurlijk wel een heleboel geprobeerd. Ook van andere merken en zo. Ook gewoon hele goedkope. Maar je merkt gewoon dat die van Lush ook echt daadwerkelijk verzorgend zijn. Dus als je dan uit bad komt, dan heb je echt een lekker zacht huidje. Terwijl je bij veel andere bruisballen, ik in ieder geval, daar krijg ik juist een droge huid van. En van deze dus absoluut niet. Wat ging ik ook weer doen? Oh ja, thee maken. Ik heb even patat voor mezelf gehaald. Ik heb patatje speciaal en mini lumpiaatjes. En daaronder ligt een frikandel. Die is niet voor mij, want ik hou niet van frikandellen. Maar die is voor Bollie en Lilo. Ja, zij delen er dan eentje met z'n tweeën. Maar ik laat hem natuurlijk eerst afkoelen en dat vinden ze heel lekker. Oh, en ik heb een bananenmilkshake. En ondertussen kijk ik naar, als mijn camera scherp stelt, daar heb je hem. Naar Enzo. Freezing my tits off. Freezing my boobs off, bitch. Ik ben nu met Celine. Oh. Ja, dan kan er maar één iemand zo lelijk praten. No. And it's me. And me. Maar dat was nog net voordat de camera aanstond. En wij zijn geïrriteerd. Oh, ik dacht dat je ging zeggen wij zijn op pad. Of wij zijn uit. Nou, wij zijn zeker geïrriteerd. Maar dat heeft niks met... Niks met elkaar. Nee, absoluut niet. Nee, dat is gewoon de situatie. En wat is de situatie? Nee. Ja, wij balen gewoon van de nieuwe lockdown. Wie niet? Ja, daar balen wij wel van. Plus, ik had al een beetje een baaldag. Ja. Jij ook wel een beetje, hè? Ja, ik had ook wel een beetje een baaldag. Ja, dat heb je soms. Oh, sorry. Ja, dus we dachten, wij gaan nog, nu het nog kan, nog even één keer de stad in. We gaan niet uit of zo. We gaan gewoon een drankje doen. Een soort laatste avondmaal, maar we gaan dus niet eten. We gaan dupen. Ja, maar we zijn allebei met de auto, dus we doen letterlijk een drankje en dan is het weer klaar. Oké, ja, dat is waar. Goed, ja. Even een disclaimer erbij. Oh, en het is... freezing cold. Ja, ik wilde wat anders zeggen. We hebben een hele sexy... Moet ik dat even filmen hoe mooi jij er nu uitziet? Ik neem de camera maar weer even door. Vertel, waar is je outfit van? Deze jas is van vorig jaar Primark. Die ziet er heel erg mooi uit. Ja, hè? Ja. Ik ben super blij met deze jas. Heel erg leuk. Deze jurk is tweedehands van Sarah. Wow. Van de kleding. Sexy. Thanks. Dat is die ik ook in beige heb. En je laarzen? Die zijn ook echt... De laarzen zijn van Omoda. Deze zijn echt heel tof. Ik zeg het elke keer als je ze aan hebt, dat ik ze zo onwijs mooi vind. Ja, ik vind ze ook heel mooi. I love it. En mijn panty is van Guts & Gusto. Nou, ik weet niet hoor, lieve mensen. Maar als dit niet keihard op boevenpad gaat vannacht, dan weet ik het ook niet. Vannacht toch wel. Dan lig ik al in mijn nest hoor, schat. Dat is waar, want wij zijn oud. Ja, nou ja, en met de auto. En... Dan kan je nog steeds op boevenpad. Ja, dat is zeker waar. Cheers, schat. Jullie koortjes. Ja. Daar drinken we op. Oh nee. Nee. Oh schat, op je lichte broek. Snel een doekje vragen, misschien krijg je het er dan nog uit. Ja. Oh. Every fucking time. Waarom drink ik dit eigenlijk? Daar zitten ze weer hoor. Jeetje, het kan ook nooit eens normaal bij ons hè. Wacht even, ik wil even mijn haar flippen. Wil je even in het schermpje kijken? Ik op het internet. Ik heb altijd een McCroquette en een hamburger. Ik heb nu geen hamburger, want ik heb best wel veel avond gegeten. Lotje, die heeft een, wat is dit? Een Vega HCG, dus een zwangerschapshormoon. Ik ben niet zwanger, even voor de duidelijkheid. Dus gewoon een Vega crispy chicken. Ik roep er van alles in vandaag. Maar ik vind dit echt heel erg leuk. Ik lach, ze dachten net dat ik eruit lachte, maar dat is absoluut niet zo. Dat, nee, weet ik. Ik ben inspired, want... ik zou meer vegan moeten eten, dus je moet niks. Inspo doe ik hierop. Je moet helemaal niks, schat. Nee, dat weet ik, maar ik vind het gewoon leuk. Dus ik ben gewoon een beetje lacherig, dus ik vind het gewoon leuk. Daarom moest ik lachen. En ik heb die McCroquette, want ik ben gewoon zo'n vieze Hollandse boerin die gewoon eigenlijk 7 dagen per week zeg maar een beetje roleert, maar wel hetzelfde eet. Een soort van. Ik ben zo. Die McCroquette van de McDonald's is wel echt... on another level, zeg maar. Ja. Het is heel anders dan een gewone McCroquette. Ik bedoel, dan een gewone kroket. Dan een gewone kroket. Oh, mijn stem, hoor. Hallo, het is vandaag zaterdag en vandaag ga ik weer een keertje op bezoek bij Anna en Monang in Arnhem. Ik heb ze alweer een paar weken niet gezien, dus dat wordt tijd. Als het goed is gaan we karten, daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ben echt dol op karten, ik vind dat zo leuk. Ik heb het nog niet zo heel erg vaak gedaan, ik denk 3 keer of zo in mijn hele leven. Ik heb er helemaal zin in. Oké, ik moet ook snel gaan, anders dan wacht Anna heel lang op mij straks. Ik heb deze blouse aan van Combat Fashion, ik weet niet of die er nog is. Deze jas is er wel nog, die zal ik dus eventjes linken. Echt zo leuk vind ik deze combi. En om wat kleur aan mijn outfit toe te voegen, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, heb ik deze paarse, ja echt aubergine kleurige broek aan van Guts & Gusto van vorig jaar. Die vind ik ook echt super super leuk. Nou, op naar Arnhem dan maar. Ik ga nu maar snel rijden. Nee, kijk, dat zie ik wel. Kijk. Oh, dus die, oh daar. Ja, ik, oh, leuk. Yeah. Me too. Is dat steentje? Oh, you didn't have one. No, I had before, but it's already closed the hole. Oh. And then I make again. But you just wanted one. Yeah, one. Like and Anna. Then, and then I was jealous and then I said I want one too, so I make it here. Yeah. Oh, leuk. Ja, toch? Maar je hebt nog geen andere oorbel in. Nee, hij mag nog niet. Nee. Maar Monang heeft het al gedaan. Ja. Monang is stout. You couldn't wait. Oké. Je hebt hem al veranderd. Ja? Jij hebt die eruit gehaald en veranderd. Ja. Jij was stout. Oké. Eet smakelijk. Je weet wat stout is? Ja. Wat is het dan? Oedah makan. Monang heeft lekkere noedelsoep voor ons gemaakt. Het ziet er echt heel lekker uit. Het ruikt ook lekker. Is er coconut milk in it? Nee. But in Bukit Lawang? I think from your sensitive nose. Yeah, but where is the coconut there? In my hair. Oh. Maar waar is Sinterklaas nou? Oh, leuk die lichtjes. Hij is er. Wow, die kindjes. Ja. Ja. We moeten wel even kijken naar Sinterklaas van dichtbij. Schattig, hij kent dat natuurlijk niet. Goed, wat ga je vertellen? Ik ga vertellen dat we een beetje een rare dag hebben qua timing, want we hadden dus net gegeten en zoals je ziet is het nu donker. Ik wil dit allemaal eten. Oh. Nou, ik zou het niet doen. Had die vertrapte kruidnoot op de grond. Ja, maar dit ziet er ook heel gezellig uit. Waarom heeft iemand nou weer een strooigoed laten vallen? Ja, dus soms laten kinderen wel eens wat vallen, Anne. Ja. Heel leuk, die kerstlichtjes hier. Kijk, even zo zonder de mensen te filmen. Ja, maar, ja, thanks. Ja, er ligt hier overal paardenpoep, omdat er dus net een intocht was. Ja. Met allemaal paardenkoetsen en zo voor Sinterklaas en Piet. Hij heeft het toch gehaald, Sinterklaas, want hij was niet op de boot, maar hij heeft er nu wel. Gelukkig. Nou. Maar in ieder geval, hey, een hele kleine hond, maar het lijkt meer een kat. Ja, heel schattig. Maar goed, dus, en wij gaan dus vanavond karten, want we wilden... Ja, maar dat wist ik niet. Anne en Max is een leuk plekje. Ik probeer nu al voor de 3e keer mijn verhaal te vertellen over wat het plan is. Nou, we wilden dus eigenlijk vanmiddag gaan karten. Stoet met kinderen. We wilden dus eigenlijk vanmiddag gaan karten, maar we willen dan wel 2 heats doen. Anders sta je na een kwartier weer buiten. Maar je kon dan niet 2 keer achter elkaar. Dus dan zat er een uur tussen. Nou, dat is meer dan een uur zelfs. Dus dan, ja, wat ga je dan doen in de tussentijd? Dus de enige mogelijkheid. Ook dat nog. Ja, dus de enige mogelijkheid om 2 keer achter elkaar te kunnen, met een soort van mini-pauze ertussen, was dus vanavond om 20:30. Je moet er ook een half uur van tevoren zijn en we moeten dan daarvoor hebben gegeten. Anders wordt het allemaal heel laat, gezien ik ook nog een uur en een kwartier terug naar huis moet rijden. Maar we hadden net gegeten. Maar we hadden net geluncht en we waren dus om 4 uur pas klaar met lunchen. Ja, we gingen echt pas om 15:30 lunchen of zo. Dus we hadden echt zoiets van, hoe gaan we dat dan nu doen? Dus we zijn nu eventjes een soort van tijd aan het doden in de stad en dan gaan we gewoon iets kleins hier eten. Want het is nu 6 uur en de winkels gaan natuurlijk dicht. Kijk uit, een fietser die gaat heel hard. Watch out. Nou, heel hard. Nou, je wilt er niet onder liggen. Nee, dat hebben we al meegemaakt. Ja. Maar dan met een auto. Same. Ja. Zijn we in ieder geval allebei een keer aangereden in ons leven. Inderdaad. Hebben we dat ook ervaren. Lag jij toen ook in de ambulance? Nee, maar ik lag wel midden op straat, op de Rembrandtlaan. Ja, ik ook. Midden op straat, op een kruispunt. Dus Maar ik deed gewoon zo van, I'm okay, terwijl ik helemaal bont en blauw was. Ik moet mijn telefoon hebben, ik moet bellen dat ik later ben op het werk. Ja. En dan die mensen, nou ik denk dat je niet kan werken hoor. Ik zeg, ja, ik moet even bellen dat ik later ben. Nou, we hebben weer een change of plan. Typisch Anna momentje. Ja. Wij staan dus voor de foodhallen waar we willen gaan eten. Zegt Anna, oh nee, maar ik ben mijn telefoon vergeten. We wisten al dat ze haar telefoon was vergeten. Maar en we hebben er... zeiden jullie allemaal. Nee, en... dat is niet erg. Nee, jij ook niet. We waren in een parkeergarage. Toen zeiden we inderdaad, maar dat maakt niet uit. Want ik heb een telefoon, Monang heeft een telefoon. Dus als er wat is, dan kunnen we die gewoon gebruiken. Maar je hebt natuurlijk dan je QR-code. Dat het niet klopt. Oh. Ja. Dus nou moeten we alsnog weer terug naar huis. En dan gaan we daar eten bestellen. Ja. Zo dom? Ja, van ons alle drie, want inderdaad, wij hebben het ook niet opgemerkt. Nee. Heel dom. Oh, echt en ook... Oh. Oké, ik ga filmen voor Lotte's vlog. Sfeerbeelden. Lotte lopen. Doe maar muziekje eronder. Oké. Daar ben je scherp. Dat kan beter. Ja, maar het is hier best wel... Oh ja, dat is waar. Yay. We zijn nu op de kartbaan in Duiven. We hebben net de eerste heat gehad. Ik was vroeger dus altijd heel goed in karten, maar ik werd net laatste. Ik heb geen idee hoe dit kan. Anna is tweede geworden, maar er zat hele heat. Ja, er zaten ook een paar mensen bij die we niet kenden. En er was één jongen die was echt heel goed. Die heeft mij echt 3 keer ingehaald. Dat ik echt dacht, hoe dan? Die heeft mij 1 keer ingehaald. Ja, maar jij hebt mij ook 1 keer ingehaald. Ja. Ik heb Monang ook in. Ik snap er niks van. Vroeger kon ik dit vet goed, maar misschien durf ik het niet meer zo goed of zo. Maar ik ga even de GoPro op Anna's helm zetten. Ja, dit is de sticker, dus als je eerst de helm op doet, dan kan ik de GoPro zo plaatsen zodat hij goed zit bij jou. Ja! Gaan jullie twee eerst? Ja, dan ben ik achter jou. Wij zijn net klaar met karten. Ja. Dit was... ik heb wel nu ik heb wel sneller gereden nu. Mijn ronde was echt 5 seconden sneller of zo dan de eerste. Alleen zaten we met ASO's op de baan. Het was echt een hele drukke heat. Want we zaten echt volgens mij met 13 man of zo. Ja. Het was echt heel druk. En ze waren niet aardig. Nou nee, want je hebt dan zeg maar... They didn't let me pass. Oh, mag ik vertellen? Je hebt zeg maar dan, als er een blauwe vlag komt, dan moet je iemand er langs laten die dan sneller is dan jij. Dus ik ging dan keurig netjes aan de kant, weet je wel. Maar dan alsnog gingen ze gewoon keihard tegen me aanbotsen, dus ik heb echt heel erg mijn pols bezeerd. Maar de eerste heat was echt super leuk. Toen was ik alleen heel slecht gewoon, maar het was wel heel erg leuk. Hallo licht. Ja, in de spotlight. Nee, maar ik vond het wel heel leuk. Het was heel leuk. Het is inmiddels de volgende dag. Ik kwam erachter dat ik vergeten ben om de vlog af te sluiten. Maar ik heb flink wat pijn in mijn rug van het karten. En ik heb echt een hele zere hand/pols. Ja, die botsingen waren echt niet zo heel erg chill. Ik heb net ook de beelden van de GoPro teruggekeken die mijn zus op haar helm had. Het ging er echt best wel hard aan toe. Zo hard dat de GoPro dus helemaal scheef is gaan staan. Terwijl die echt heel stevig vast zit als je hem vastdraait. Ik hoorde van Anna dat zij en Monang ook best wel blauwe plekken en pijnlijke lichaamsdelen hebben. Dus dat was een minder succes. Maar in ieder geval hebben we het wel heel erg leuk gehad. En het was sowieso heel fijn om Anna en Monang weer te zien. En ja, het was gewoon een hele gezellige dag. Ik moet snel weer maar een keertje gaan karten, want ik bakte er niet zoveel van. Wie gaat er met me mee? Anyway, ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.